Joh, op wie lijk ik? Op je moeder. Dan begin ik met vliegen en dan komen ook de vliegvlogs weer terug. Hallo lieve mensen, goedemorgen. Het is vrijdag, happy Friday. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Jola die is vandaag met haar opa en oma naar de kermis. Laatste vakantiedagje voor haar. En bijna weekend! I've got that Friday feeling, I've got that Friday feeling, I've got that Friday feeling, I've got that Friday feeling. Daarna wordt het echt knallen hoor. Terug naar school, back to work. Echt alles wordt weer helemaal in het normale ritme. Dat zullen jullie ook gaan merken aan de video's. Abonneer je zeker eventjes, want er komen binnenkort echt extra leuke en extra video's aan. En ik weet nog niet helemaal precies welke dag ze worden geüpload, dus houd in de gaten. Kijk eens eventjes, mijn man die is lekker aan het oefenen. En omdat hij dus een voorkeurskant heeft of had, niet zo heel erg meer, maar had... is hij heel erg veel ontwikkeld op zijn rechterkant. We hebben gisteren dus allerlei oefeningen gedaan met de fysio. Dus ik weet nu wat beter wat ik met hem dan kan gaan doen. Maar het is echt best wel een hele fitnesstraining voor deze man hoor. Dus ik doe dat dan zo snel mogelijk wanneer hij wakker is. Dat hij niet al te moe is, want anders vind ik het ook een beetje sneu. Een beetje zielig, want dan is hij echt zo... Ja, maar goed. Het gaat nu goed. Ja, dat komt dus heel erg veel voor bij baby'tjes. Dat ze een voorkeurskant hebben. Dat kun je dus zien aan bijvoorbeeld dat ze heel vaak één kant op liggen met het hoofdje. En dan krijgen ze ook aan die kant een beetje een afplatting. Dat is sowieso natuurlijk niet leuk en niet mooi. Maar het is vooral vervelend wanneer ze dus aan één kant meer gaan ontwikkelen dan aan de andere kant. Wil je weer even terug, schat? Kom maar. Wow. Jack speelt gewoon en ligt gewoon altijd heel erg graag op zijn rug. Dus het zal toch wel, het is toch echt een kwestie van hem een beetje stimuleren. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ik ga even ontbijten. Goed zo! Zit je lekker te spelen zo? Ah, wat hebben wij nou voor iets leuks? Vind je het leuk? Dat hebben wij even van een vriendin geleend, daarom is hij roze. Maar dat had de fysio aangeraden om toch eventjes te proberen. En hij vindt het leuk. Ik had dit ding trouwens met Jola ook. En net zoals bij mijn dochtertje van mijn vriendin, die dat net vertelde, was hij heel snel te klein. Want die beentjes, die krijg je er dan haast niet meer ingepropt. Maar voor nu is dit nog wel leuk, hè Jax? Zo, we gaan even gezellig bij vriendinnetje eten. Ballerina. Tenen. Ballerina Bart. Hoog op je tenen, Bart. Ik kijk ook echt naar mijn tenen. Hou je lichaam recht. Netjes hoor. Ja. Papa. Wat is er gebeurd? Papa Bart. Echt zo van je bent niet klaar hoor. Ze krijgt een slappe lach van jou, Bart. Het ziet er ook heel lang uit. Kader van dat ik weer wat meer extra video's wil gaan maken, ben ik even bezig met wat technische dingen. Dit ding, een soort zendertje, heb ik hier al heel lang liggen, zodat ik mijn spiegelreflex, deze, wat vaker weer kan gaan gebruiken. Dus hey, dan wordt de kwaliteit van mijn video's ook weer vetter. Eigenlijk moet ik gewoon volgens mij even een Rode microfoon erop zetten en ik denk dat ik die ook wel ga bestellen. Ik heb weer wat budget. Jullie kennen waarschijnlijk het verhaal nog wel van de drone die kapot viel. Of nou ja, in de zee viel en daardoor kapot ging. Die hebben we vergoed gekregen van de verzekering. Yay! We moesten hem opsturen. En toen kreeg ik van de week een mailtje dat hij helemaal vergoed wordt. Dus ik denk niet dat ik weer een drone ga kopen. Bart zou wel heel graag willen, maar ik ben er gewoon niet zo erg van. Ik vind dat je te weinig gebruikt om er echt iets aan te hebben in de vlogs. Dus ik denk dat ik eerst even wat beter aandacht ga besteden aan goede beeldkwaliteit en audiokwaliteit. Dus daar, dat ik daar even wat dingetjes voor ga bestellen. Maar ik ga eerst dit zendertje even uitproberen. Oh, je denkt gewoon steeds, het is zo boeiend om te laten zien. En andere mensen denken, hey, een baby. Hey, een baby. Die op babybos lijkt. Dit is Jax.
Ja, Jax lijkt een babybos. Wie vindt er nog meer dat Jax een babybos lijkt? Je weet al deze. Er werd heel erg veel gevraagd, wanneer ga je vliegen? En ik realiseer me dat ik dat in de vlogs niet meer heb verteld. Zoals jullie misschien al weten en hebben gezien in alle vlogs, was het heel erg lastig met Jax met drink uit een flesje. En gaat het super lekker met de borstvoeding. En heb ik al een paar keer geroepen, zolang de borstvoeding goed gaat, wil ik eigenlijk nog niet beginnen met vliegen. Omdat ik weet dat je dan zo lang steeds van huis bent, zoveel uren maak je dan, dat het gewoon heel erg moeilijk is om die borstvoeding echt goed op gang te houden. Je kan wel natuurlijk even snel koffen, maar dan kof je vaak niet genoeg, omdat je niet echt de tijd ervoor neemt. En dan neemt je productie af. Dat is ook bij Yola gebeurd 8 jaar geleden. En toen heb ik de borstvoeding vrij snel moeten afbouwen, omdat ik was gaan vliegen. Dit keer vind ik het dat niet waard, omdat het ook niet mijn hoofdinkomen is. Dus ik heb besloten om pas over een maandje weer te gaan beginnen. Dan heb ik 6 maanden borstvoeding gegeven. En dan vind ik het wel goed om nog wel borstvoeding te blijven geven. Maar dan in ieder geval te gaan combineren. Dus ja, zo. Dat is dus over een maandje. Dat is dus begin oktober. Dan begin ik met vliegen. En dan komen ook de vliegvlogs weer terug. Dus hartstikke leuk. Stay tuned daarvoor. Waarom voedingskussen wel niet allemaal handig voor is. Huh? Lekker zitten op de bank. En Jax? Hier staat dus alles op wat Jax straks wel en niet allemaal mag. Het is echt heel veel gezonde dingen. We geven hem gewoon alleen maar vegetarisch eten. Ja. En als hij dan oud genoeg is om zelf een keuze te maken, dan mag hij zelf bepalen of hij dat blijft eten of niet. Ja, ik denk gewoon een beetje hetzelfde als met Yola. Dat alles wat wij voor hem koken, dat is gewoon vegetarisch. Maar als we dan een keertje ergens wat eten of, en het wordt ons aangeboden of wat dan? Nee. Het is geen ramp om. Het is niet zo dat hij echt niks mag van vlees, waar wat ook maar ermee in contact is geweest of zo. Nee. Zo heel overdreven. Gewoon net zoals wij zelf zijn. Alleen Bart, die eet nog wel af en toe vlees. Eigenlijk ben jij meer flexitariër. Ja, maar het is maar 1 keer per week of zo, hè, dat ik vlees eet. Van 7 keer in de week, bijna. Ja. Naar 1 keer in de week. Dus iedereen dat zou doen, zou alle problemen oplossen. Zeggen we in koor. We gaan zo eventjes wat eten bij een restaurantje. En we gaan Jax meenemen en Jol meenemen. En ik neem Bart mee en Bart neemt mij mee. En lekker gezellig met z'n allen. Dus ja. En een klaartje opfrissen. Haha. Mijn make-up. Nee, jij niet, Yola. Een klein beetje. Nee, je bent pas 8. Klein laag. Max Factor. Voor de one with the X Factor. Nee, dat doe je pas op het einde, joh. Ik doe nog even een ander blouseje aan. Zo. We vonden zojuist een filmpje die we nog hadden van Dexy. Ja, moeten jullie op. Ja. Moeten jullie zo meteen de tekst lezen? Ik zet hem op pauze. Dit is Dexy. Hij houdt vooral van gedragen sprinks. Is nergens bang voor. Dat is Yola. Laat familie nooit alleen. Kijk hoe klein je daar nog was, joh. Hij is altijd hard. To get a player. Wat betekent dat? Gewoon dat hij van vrouwtjes achter de vrouwtjes aan zit. Maar dat hij net doet alsof hij niet geïnteresseerd is. Troost zijn baas. Houdt alle vrouwen tegelijk tevreden. Oh mama. Die. Oh mijn god, het kan niet dit. En. Heel erg opgemaakt beugel. Was ik daar, ja. En die beugel. Ja, daar had ik nog een beugel. Gadver. Hij luistert. Maar naar. 1 persoon. Zitten, anders ga je weg. En wie is dat persoon? Ja, Dexy Dixo! Wow, vet leuk die oude filmpjes.
Ja, joh, op inderdaad. Lijk ik. Op je moeder. Zo. En dan bereiden we deze nog even voor. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Ingepakt en zin in. Hé, hey, joh. Ja. Joh, vooral. Als het met eten te maken heeft, heeft Jola er sowieso zin in. Kan je er heel erg mee verrassen altijd, hè? Ja. Ja. Vooral met uiteten. Vooral met uiteten. Mij ook trouwens. Doen we niet zo vaak. Zouden we eigenlijk vaak moeten doen. Zeggen we dan ook elke keer. Maar doen we weer niet. Je moet toch, het moet toch ook maar weer net goed gaan. Gewoon met een babytje. Je weet het soms niet. Dus gaan. Ik ben trouwens mijn telefoon vergeten. Maar het maakt eigenlijk niet zo erg uit. Want misschien wel goed wanneer je uit eten gaat. Om gewoon geen telefoon bij je te hebben. En ik heb iedereen verder bij me. Dus degene waarvoor ik normaal een telefoon bij me moet hebben. Die zijn er nu bij. Dus het maakt niet uit. Nou, hij is nog heel erg lief. Maar hij heeft nog even geslapen net voordat we gingen. Dus ik denk dat het een geslaagd avondje gaat worden. Lekker geroezemoes op burger. Ja, lekker geroezemoes. We hebben de vegetarische burger. Looking good. En Bart maakt gebruik van zijn vleesdag. Hij vegetarische soep. Uh-oh. Maar het is dus van bietjes gemaakt. Lekker! Ga je lekker, Jax? Jax ging huilen. Dus hij zit er nu bij je. Jax zei huilen, maar Jax zei huilen. Een volle koffie. Geslaagd. En het is allemaal gelukt. Jax is al met al een schatje gebleven. Het was wel heel even een moment dat ik dacht van... Maar he is very cute. Happy Sunday, we zijn even een grote zondagschoonmaak aan het houden. Oh mijn god, er staat allemaal drank in. Ik kan echt niet wachten. Als ik de borstvoeding ga afbouwen, jongens, dan mag ik dit allemaal alsof weer. Alsof jij ja. Drank drinkt. Nou, ze drank voor de zwangerschap ook bijna niks. Ik ook niet. Nee. Daarom staat er zoveel. Dat zijn ja. Dingen die we krijgen. Dan vieren we iets. Hier, verjaardag. Hier. En dan even denken even. We moeten alles hier. Halen. Hier. Weet je nog wat dit is? Nee. Dit is champagne die ik kreeg. Bij mijn vorige auto. 3,5 jaar geleden. Oké, wie komt de auto nieuw bij ons vieren dit jaar, ja. Jongens? Wat vind je van mijn vette nieuwe stijl, man? Wow, nee. Ja, hè? Het zijn toevallig wel avocado's, hè? Avocado's, ja. Avocado's zijn duur, van de zee, man, gekocht. Bam. Ja. Wie het weet. En dat is no spawn. Aangekomen bij de supermarkt. Weet je het alvast? Je kunt alvast kruidnootjes halen. Want het is september natuurlijk. We zijn inmiddels eventjes bij een verjaardag geweest van een vriend van ons en Jola is met de auto daarheen gegaan. Yeah. Een theetje in een helemaal opgeruimd schoonhuisje. Dat hebben we goed gedaan vandaag. Rugzak staat klaar voor morgen, want morgen gaat Jola eindelijk weer back to school. Ze heeft er vet veel zin in. Dankjewel voor het kijken. Abonneer hier beneden. Het is gratis. En geef een duimpje omhoog. Later. Well, Tristan.